オランダの南部にある廃材置き場です。芸術とは何の関係もないように見えるこの場所が、デザイナーのピットヘイン・エイクさんにとっては創造の源です。ピットさんはこのような廃材を使って家具を作り続けてきました。廃材から切り出した木切れを集めて作ったテーブルです。こうして作ったテーブルや椅子、戸棚がピットさんの代表作です。ピットさんはデザイナーとして素材を大切にし、誰も目を向けなくなったものにさえ美しさを見出してきました。今日はそんなピットさんのこだわりぶりを紹介しましょう。家具を中心としたインテリアデザインを手掛けるピットヘイン・エイクさん。オランダでは人気上昇中のデザイナーです。Maar die zie je wel van deze kant. Dus dan moet je alle balken afstaan. Dan kom je uiteindelijk aan de binnenste ring en daar staat dan de kleurenbalk. Dus dat is een beetje wat ik nou aan het doen ben. Ik kijk een beetje erachter wat er staat en dat hout probeer ik dan te gebruiken. Hier zit er ook nog eentje. Mooie verfresten erop. ただの材木の山から素材を探し出し、家具を作り上げてしまうのです。Die balken die vielen helemaal niet op toen ik ze uitkoos. Maar als je ze dan bij elkaar zet en je ziet ook het blauw, een beetje blauw wat hierin zit. Hier zit een klein beetje blauw op. Als je dat in de kast gebruikt, heb je heel mooie nuance. Terwijl dat in die stapel valt het bijna weg. Maar zo bij elkaar zie je opeens dat het kleurrijk wordt. Dat is een beetje de truc om de dingen eruit te pikken die je bijna niet kan zien. Hier zit ook een hele mooie. 1980年代の後半、デザイン学校で学んでいた時に廃材の魅力に目覚め、こだわりを持ち続けてきました。Als ik oude rommel zie, dan wil ik eigenlijk iets mee maken. Als ik een ruïne zie, dan spreekt dat meer tot mijn verbeelding als dat ik een heel net gebouw zie. Dus ik heb eigenlijk, als het maar puinhoop is en een beetje kapot en het laat wat aan de verbeelding over, dan vul ik die verbeelding wel in. Dat is een beetje wat ik hier heb en wat ik in zijn algemeenheid heb met producten of materialen die mooi zijn, maar voor de rest eigenlijk niet zo bruikbaar. België tot de 国境に近い南オランダ、ヘルドロップという小さな町にあるピットさんの作業場です。小さな工場や倉庫が立ち並ぶ工業団地の一角に設けられたこの施設では、今30人のスタッフが働いています。ここで廃材を削り、組み立て、仕上げまで全ての作業を行っています。